Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van FCM TV met vandaag een terugblik op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. In achter de schermen financieel manager Frank Maatje. En is Jurjan Mannes de nieuwe deelnemer in FCM TV Latje Trap. Geen competitievoetbal voor FCM en dit weekend wel een tweetal oefenwedstrijden. Afgelopen donderdag werd er in Zwolle tegen PEC gespeeld en dat is toch de nummer 5 uit de eredivisie. En het werd een keurige 1 tegen 1. En FCM begint de wedstrijd zonder de drie topschutters. Cas Peters, Roland Bergkamp en ook Alexander Banning zijn licht geblesseerd. En met het oog op de competitiewedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Telstar wordt er geen enkel risico gelopen. Ze doen dus niet mee. Wie wel meedoen, Boy Deul, aardige actie. Hij legt de bal goed terug op Niklas Tarvajärvi, de Finse spits. Waarvan het er nu toch echt naar uitziet dat de overschrijving rondkomt, mist. En ook hier mist Tarvajärvi. Ja, dit soort kansen moet je wel benutten. Blijft dus 0 tegen 0. Emmen is sterker in de beginfase, maar naarmate de eerste helft vordert krijgt Zwolle ook wat kansen. Dit is een goede redding van Van der Leij op een schot van Stef Nijland. En hier is er al gefloten. Het blijft 0 tegen 0. Maar op dit schot moet Van der Leij wel het antwoord schuldig blijven. En is het Karagounis die Zwolle aan de leiding brengt. 1 tegen 0. En dat zal ook de ruststand zijn. En in de tweede helft hetzelfde beeld als voor rust. Emma zoekt de aanval en krijgt ook kansen. Tarvajärvi lijkt de bal te verliezen. Slecht verdedigd. En via Gabiallo komt de bal voor de voeten van Nick Vossenbelt. En hij maakt de 1 tegen 1. En dat is zeker gezien het spelbeeld niet onverdiend. Dan een vrije bal voor Zwolle. Nijland. Maar geen probleem voor Van der Leij. Slotfase van de wedstrijd. Nog een keer Emmen. Lahmoudji met de voorzet. Olijven. Zij kopbal vindt niet het net. En dus speelt Emmen met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. En daar is ook trainer nu op Gaal tevreden mee. Ja, want ik was heel erg nieuwsgierig. Omdat ik de laatste weken liep te pochen over wat wij ook inzetten. Het niveauverschil, het niveau en de kwaliteit blijft gehandhaafd en die trein gaat verder. Dat wilde ik graag nu ook zien, omdat we 7 of 8 basisspelers of spelers die de laatste weken hebben gespeeld, niet gespeeld hebben. En daar was ik heel erg nieuwsgierig. En ze hebben het met verve gedaan. Boy Deul speelt de laatste weken een opvallende rol bij FCM, maar viel in de rust geblesseerd uit. Maar dit keer niet met een blessure aan zijn knie. Nou, ik kreeg net een knietje op mijn bovenbeen. Dus uit voorzorg denk ik dat het beter is dat ik eruit ga. Dus vandaar ik er nu uit ben gegaan. Het was niet je knie? Nee, het was niet mijn knie. Ik kreeg gewoon een knietje op mijn bovenbeen. Dus die is een beetje dik nu. Maar geen last van mijn knie of zo. Nee. En tijdens de wedstrijd zagen we ook de rentree van Frank Olijven tegen zijn oude ploeg nog wel. Olijven komt terug van een blessure net als wat andere spelers. En dus moet Gaal binnenkort keuzes gaan maken. Ja, het is een luxe. Het is geen probleem, maar een luxe. En dat zien we straks wel weer. Alhoewel de jongens die in die trein hebben gezeten, die maar dindert qua niveau. Die hebben ook natuurlijk de nodige krediet. En dat ga je niet zomaar, ik ga niet zomaar een halte erin gooien. Dus het is een mooie constatering voor een staf. Dat je kwalitatief breder wordt. En dat kan wat opleveren in de loop van de competitie. Klopt, een beetje concurrentie, maar dat heb je altijd in voetbal. Ik denk dat het ook gezond is, houd je ook scherp als speler en het wordt druk. De trainer moet een keuze maken. Ja, ik mag zeer tevreden zijn met de samenstelling van de groep, want de intrinsieke motivatie, dus de absolute wil om iets van je vak te maken als speler, als individu, en dat doen ze samen op een hele goede manier. Ze corrigeren elkaar en accepteren elkaar daarin. En dan ben je, als trainer hoef je dan veel minder energie daarin te gooien. Als er gecontroleerd wordt in een veld, waarin in de pickorde, dat gewoon geaccepteerd wordt, en dat is heerlijk.
vaak. En dan zie je dan dus ook dat ze stappen maken in kwaliteit. Op trainingen zie ik dat. Ik zie positie spelen waarvan ik denk van, god jongens, ik heb een hoop jaren ben ik trainer. Maar ik vind dat dat van een hoog niveau is. En dat komt doordat de groep op een goede manier met elkaar omgaat. Het is homogeen, het is saamhorig. Het heeft daarin de nodige plezier. Maar de clue is natuurlijk om dat 38 wedstrijden vol te houden. Dit is een moment. En ik denk ook niet dat deze groep het van zich af laat pakken. Daar geloof ik heilig in. En als het wel zo moet zijn, dan grijpen wij weer in als staf. En hopen dan dat we het een goed uiteinde krijgen in de competitie. Ja. En op de bank bij Zwolle 2 oud-Emmenaren trainer Ron Jans en zijn assistent René Haken. En die laatste heeft het uitstekend naar zijn zin. Ja, goed naar mijn zin. En achteraf... De move van Emmen naar Zwolle is heel goed geweest om op eredivisieniveau te werken. En we hebben natuurlijk met een aantal prijzen met de beker en de Johan Cruijffschaal winnen. Ja, dan maak je wel dingen mee die je niet zo snel mee zult maken. Dus dat is heel leuk. Ja, je valt met je neus in de boter, heet het dan. Hè? Op die manier wel, ja. Zeker. Ja. Wat is nou het grootste verschil tussen het Emmen van toen jij nog bij Emmen zat en het Zwolle van nu? Ja, je speelt natuurlijk op eredivisieniveau en je werkt bij een club die al in ontwikkeling was. En waar je nu ook je steentje aan bijdraagt om het verder te helpen ontwikkelen in dat opzicht. Ja, dat is wel een heel groot verschil. En dat is natuurlijk een groot verschil tussen dan de eredivisie en de Jupiler League. Volg jij me nog? Ja, zeker. Kom ook nog regelmatig. Dus dat is mooi om te zien dat het nu ook de goede kant op gaat. En dat ze dit jaar ook, in ieder geval tot nu toe, gewoon heel goed meedoen. Maar ze hebben ook een leuke elftal om te zien. En dat is ook altijd wel mooi om dat te zien. En zaterdag oefende FC Emmen nog tegen Zwarte Meer. Het werd 0-1. Het doelpunt werd gescoord door Soufiane Lahmoudji. Dit duel was een benefiet naar aanleiding van de brand van een aantal weken geleden in de kleedkamers van Zwarte Meer. Trainer Job Gallard contact opgenomen met de club uit Klessineveen om deze benefiet te spelen. Het belangrijkste was het aantal mensen dat kwam. Er waren ruim 700 toeschouwers. Ja, die zagen een verdedigend Zwarte Meer. En daar had Emmen de nodige problemen mee. En bleven dus bij slechts één doelpunt. Vorige week nomineerde Ike Hetebrij, manager financiële en facilitaire zaken, Frank Maatje. Frank die altijd ontzettend op de knip zit. En ik hoop toch echt dat hij toch wel echt nog een potje kan winnen voor de maatschappelijke projecten die wij gaan draaien. Geld over heb ik nooit, maar uiteraard hebben we wel in de begroting rekening gehouden met maatschappelijke projecten. En daarom heb ik een klein bedrag gereserveerd, ja. Want hoe belangrijk is dat voor FC Emmen? In toenemende mate belangrijk. Wij proberen in de maatschappij te staan. En dat houdt in dat je daar rekening mee moet houden als moderne voetbalclub. Dus wij houden daar in de begroting rekening mee. Maar daarnaast zetten wij bijvoorbeeld ook in de contracten van de spelers dat zij een aantal uren per week maatschappelijke activiteiten moeten verrichten. Dus wij leveren niet alleen een geldelijke bijdrage, maar wij verplichten ook de spelers een bijdrage te leveren. En dat is in de vorm van arbeid. Maatje is nu een paar jaar aan FC Emmen verbonden en je zou hem misschien wel het beste kunnen omschrijven als de minister van Financiën van FC Emmen. Misschien is dat zeer toepasselijk, zeker voor de mensen die mij kennen. Maar minister van Financiën, dat is een behoorlijk belangrijke functie. En gelukkig kan ik goed overleggen met bestuur en de directie. Dus ik heb wel een stem erin, maar ik ben niet eindverantwoordelijk. Maar wat houdt de functie van Maatje nu precies in? Als manager financiële zaken dan ondersteun ik bestuur en directie bij het opstellen van de begroting. Ik ben verantwoordelijk voor de financiële processen. Dus facturering van de sponsorovereenkomsten. Maar ook wat kleinere dingetjes. Soms dan tel ik zelfs de kassa's van de wedstrijden samen met de vrijwilligers. Maar op andere momenten ben ik weer bezig met het ondersteunen van het bestuur bij contractonderhandelingen in financieel opzicht. Dus het is een hele brede functie met voldoende uitdaging. En soms ontstaat er wel eens een spanningsveld tussen de trainer en de man die op de centjes moet passen. Dat spanningsveld zit ik zeker. En gelukkig word ik daar heel goed bijgestaan door het bestuur en de directie. En zij vinden ook dat financiële gezondheid van de voetbalclub het allerbelangrijkste is. Vandaar dat we ook de schulden uit het verleden hebben weggewerkt in 2012. En dat we nu goed op de centjes passen, zodat er nooit meer uitgaat als dat er binnenkomt. Toen Maatje bij FC Emmen begon, zag de financiële situatie er niet rooskleurig uit. We hadden in principe geen geld. Ik heb toen in die periode meegemaakt dat elke maand moesten we het geld voor de salaris nog binnenhalen. Sterker nog, ik heb niet één keer meegemaakt dat een week voordat de salaris betaald moest worden al voldoende geld op de rekening stond.
Dus zo moesten wij de boel rondkrijgen. En, ja, en vanuit de debiteurenlijst, mensen die nog moesten betalen, zorgen dat geld beschikbaar was. En dat was een hele moeilijke periode, heel erg stressvol. En, maar uiteindelijk wel gered en daar gaat het om. En dan weet je ook precies, dit wil ik nooit weer. En dat steunt me enorm bij het nemen van de beslissingen die we nu nemen. Maar hoe staat FC MNR nu financieel voor? Wij zijn gezond, wij geven niet meer uit als dat er binnenkomt. We hebben een kleine reserve, dus dat mag nogal wat beter. Maar op het moment dat je weet wat je doet en dat je de uitgaven in de hand hebt, dan voorkom je dat je in die problemen komt. Dus ons spaarpotje is niet heel erg gevuld, maar wij kunnen er goed op zetten te passen, kunnen wij wel keurig onze verplichtingen nakomen. Dus er mag nog wel wat vet op de ribben bij, maar het is niet zo dat we meer dat we in de problemen zitten zoals dat toen voor ons lag. Dat absoluut niet, nee. Een werkweek van Maatje ziet er eigenlijk elke week weer anders uit. Ja, het is ook veel overleg. Het is veel afhankelijk van KVB. Ik ben een maand of twee per jaar puur bezig met KVB-rapportages. Dus dat heb ik met name in oktober en februari. En ook in de zomer ondersteun ik de bestuur en directie bij het aantrekken van spelers. Opmaken van spelerscontracten, omdat het ook juridische en financiële gevolgen heeft. Dus ik heb wel bepaalde dingen in het jaar die terugkeren. En ik heb niet altijd dezelfde werkweek. Maar met de wedstrijden, dan heb ik altijd wel een dag of twee, drie die er hetzelfde uitzien. Ja. En we zitten alweer een tijdje in categorie 2. Maar hoe streng is de KNVB eigenlijk? Heel streng. Je ziet dat de Europese regelgeving doorcijpelt in Nederland. En wij moeten dus voldoen aan bijna dezelfde eisen als een Ajax. Nou, wij hebben 6-7 man op kantoor en Ajax honderden. Dus dat er heel veel op mijn bordje terechtkomt wat dat betreft, dat mogen duidelijk zijn. Maatje houdt van zijn werk, maar wat is nu eigenlijk het allerleukste? Het allermooiste is dat je sportief succes bereikt door op de financiën te letten. En als dat hand in hand gaat, dan heb ik het gevoel dat er een overwinning is. En dan rest nog één vraag. Wie nomineert Maatje voor de volgende aflevering? Bij deze nomineer ik Mark Timmer. Hij organiseert bij ons ook kinderfeestjes, maar daarnaast allerlei andere dingen. Maar wat ik me nou afvraag, bij die kinderfeestjes, zit jij nou zelf dan in dat tijgerpak, Mark? Alexander Banning moet zich binnenkort in het ziekenhuis melden voor een kijkoperatie aan zijn enkel. Een MRI-scan heeft bij de middenvelder van FCM uitgewezen dat er twee losse stukjes kraakbeen in zijn enkel zweven. Hoe lang Banning is uitgeschakeld, is nog niet bekend. Het wordt drukker en drukker in de Jensvesting en dat is mooi, maar dat heeft wel een nadeel. Alles moet wel weer opgeruimd worden. Daarom is het schoonmaakteam van FCM op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij een dag voor en een dag na de wedstrijd dit team ondersteunen? Neem dan contact op met FC Emmen. Bel of mail. En wie weet, draag ook jij je steentje bij aan het succes van FC Emmen. En ook deze week sluiten we de uitzending weer af met een nieuwe aflevering van FC Emmen TV Latje Tramp. Alle spelers van Emmen krijgen twee pogingen, twee keer vanaf 11 meter. 1 punt per keer dat je de lat raakt. Vanaf 16 meter is het 3 punten. En vanaf 18 meter zelfs 5 punten per keer maximaal te behalen. 18 punten. En ja, daar kwam Niek Vossenbelt vorige week niet aan. Dit is zijn eerste en ook enige treffer van de middag. 1 punt derhalve voor Niek Vossenbelt. En ja, dan ben je terug te vinden in de onderste regionen van de ranglijst. Bovenaan nog steeds Elson Almeida. 8 punten. En dit is de deelnemer van vandaag, Jurjen Mannes. De middenvelder kwam over van Jong FC Twente, is 22 jaar en speelde vorig seizoen 21 wedstrijden. En hij is speciaal getraind voor deze aflevering door iemand bijzonder. Ja, André hamert ook elke week op. André Mulder. Hè? André Mulder. En die nemen we gewoon bij de hand. Koning Latrap noemen ze hem ook wel. Dus ik leer het van de meester. Hij schijnt door wel zwaar geblesseerd te zijn geraakt. Ja, hamstring volgens mij afgescheurd zelfs. Aardig gescheurd. 4 weken eruit, dus ik moet nu de honneurs waarnemen. 8 punten de top. Hoeveel gaat dat worden? 9. Ja, we gaan het zien. Gaat dat record van Almeida eindelijk verbroken worden? Jurjen Mannes, nou dan moet je niet zo beginnen. Dit is niet goed genoeg. Tweede poging. Kijk. Dat ziet er een stuk beter uit. De 0 is van het scorebord. En vol op de lat geraakt. 1 punt voor Mannes. Vanaf 16 meter nu 3 punten te behalen. Eerste poging. En ook dit scheelt heel erg weinig, zeg. Oi, 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 oi.
Wat zit Mannes daar dichtbij in de buurt? En ook deze poging gaat net mis. Ja, ik zeg het iedere week weer. Net mis is ook mis. Maar dan moet het nu dus raak worden. Vanaf 18 meter, 2 keer 5 punten. En die eerste is mis. Koppositie is niet meer haalbaar. Maar dit haalt Mannes nog wel. 5 punten erbij. Totaal 6 punten. Ja, dan sluit je hem toch nog met een aardig gevoel af. Maar ja, 6 punten vindt Mannes te weinig. Want daarmee kom je op een tweede positie. En dus Almeida nog steeds aan de leiding. En Mannes, hij baalt. Hele grote wedstrijd als ik eerlijk ben. Ja. Wat is het dan? Is het dan toch de druk? Ja, combinatie van de druk en de afwezigheid van André Mulder natuurlijk, ja. Ja, want je mist hem echt, hè? Ja, nee. Ik was er dichtbij, maar het breekt me wel op, als ik eerlijk ben. Ja, nu terug naar huis, een beetje huilen in een hoekje, moet ik dat zo zien? Nee, eerst langs André en dan naar huis. En volgende week probeert Sander Boekholt het record van Almeida te verbreken. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van FC Emmen TV van deze week. Vrijdag gaat FC Emmen op bezoek bij Telstar. En volgende week dinsdag 25 november zijn we er weer. Dank voor het kijken en graag tot dan.